Ronnie Brunswijk is vanmorgen officieel ingezworen tot vicepresident van de Republiek Suriname. Dit gebeurde tijdens een buitengewone openbare vergadering van het parlement. De speciale bijeenkomst is mede door de COVID-19-situatie op het Onafhankelijkheidsplein gehouden. Brunswijk zegt dat de samenleving al geruime tijd roept om verandering. Hij gaf daarom de verzekering dat de nieuwe regering solidair zal zijn met het Surinaamse volk. De schreeuw om hulp die overal luid en duidelijk klonk en ja, overal in het land te horen was, zelf vanuit het verre binnenland, heeft ons bereikt. Dames en heren, wij voelen ons genoodzaakt om ons daadwerkelijk bezig te houden met deze noden. Wij kinderen uit het volk van Suriname, wij hebben geen andere keus dan solidair te zijn met het volk. Dat wil zeggen dat wij geen andere keuze hebben dan alles wat wij in ons hebben te doen en aan te wenden om uw toekomst, ons aller toekomst, veilig te stellen en nieuwe hoop en perspectieven te geven. Volgens Brunswijk zal de nieuwe regering zich niet laten leiden door de politieke kleur of geloofsovertuiging van mensen. Hij benadrukt dat de noden van elk een centraal zal staan. Er zal geen plaats meer zijn voor paternalisme. Corruptieve handelingen en zelfverrijking zullen daarbij ook uit den boze zijn. Dit beloof ik u op deze dag. De dag van mijn inauguratie. Deze weg die ik samen met deze regering zal volgen, is een van clean government. Dames en heren, de partijen waaruit deze coalitie bestaan, hebben elk hun eigen ontstaan en bestaansgeschiedenis. Van de voorouders van de Maron-achterban van de ABOP weten wij dat they make a long walk to freedom. A long walk to achieve this milestone here today. Vice-president Ronnie Brunswijk vandaag na zijn inauguratie. Hij zegt dat de regering er alles aan zal doen om het volk een beter bestaan te bieden.